Ik ben Jannes van Hekken, ik ben 14 jaar en ik ben nu aan mijn tweede jaar bezig in de SV Soccerschool. Ik kom naar de Soccerschool om later hopelijk te spelen bij de eerste ploeg van Zultuarium. Jannes van Hekken is nog jong, maar wordt nu al als een groot talent gezien. In deze Soccerschool van Zultuarium moet hij echt helemaal openbloeien. Ja, Jannes was iemand die we al lang volgden, die we dan 2,5 jaar geleden aangesproken hebben. Maar ging toen naar het zesde leraar en wou eigenlijk in Maldegem de lagere school volmaken. En is dan het jaar daarna van Club Brugge naar de Soccerschool gekomen. Dat is een zeer intelligente jongen, zeer sereen, zeer gedreven. Iemand die een ongelooflijke toekomst heeft in het voetbal. Daar steek ik mijn handen voor in het vuur. Maar Jannes is natuurlijk niet het enige jonge talent hier in de Soccerschool. In totaal leven hier 35 kinderen een hele week lang samen. Voetbal en naar school gaan zijn hier de sleutelwoorden. 20 uren per week trainen ze hier, volgens een heel eigen methode. Meestal zelfs op blote voeten. Ja, bij de JMG-academie ben ik daarmee in contact gekomen en dan door zelf mee te spelen heb ik daar de voordelen zelf van mogen ervaren. En we zoeken daar een goede afwisseling in om blootvoets of met schoenen te trainen. En de jongens, zeker de allerjongste, verkiezen toch nog vaak op blote voeten. Dus als een kind dat als zeer positief ervaart, dan moet je dat ook doen. Een professionele aanpak dus in de Soccerschool, zoveel is duidelijk. Evenwaardig aan die bij een eerste klasseploeg. De inzet is dan ook groot. Dit moeten de Rode Duivels van de toekomst worden. Elke dag op de Soccerschool verloopt volgens hetzelfde plan. Een afwisseling tussen naar school gaan en keihard trainen. Jullie trainen 4 uur per dag, ongeveer 5 uur per dag. En jullie gaan nog eens naar school. Hoe moeilijk is die combinatie? Dat valt eigenlijk goed mee. We hebben altijd in de avond een uur studie. Dus normaal lukt alles wel in dat 1 uur. De nadruk ligt heel specifiek op opleiding. Nog meer dan in het gewone jeugd-elitevoetbal. En de ontwikkeling van de spelers staat centraal in combinatie met school. En alles in een meer ongedwongen sfeer. En dat was voor ons heel belangrijk. En ook voor Jannes in samenspraak met hem, want het is uiteindelijk hij die beslist heeft. Als hij die kans gekregen heeft om daarop in te gaan. Nou, we staan er nog altijd voor de volle 100% achter de keuze. De jongens verblijven ook de hele week op internaat. Opvallend, autochtone kinderen zijn hier in de minderheid. Ik vind dat dat een heel groot voordeel is als je dan iemand anders tegenkomt van een andere cultuur. Dat je daar direct goed mee leert om te gaan. Er zijn wel wat allochtonen bij, omdat die meer voetballen, toch wel wat talentrijker zijn, misschien niet, maar toch meer met de bal bezig zijn dan een autochtoon kind. Voor een allochtoon is het ook iets makkelijker op internaat te gaan. Maar ik denk dat we daarin een zeer goed evenwicht hebben en dat dat zeer goed functioneert. Heel wat talent dus in de Soccerschool, maar dat betekent niet noodzakelijk dat deze jongeren ooit op het hoogste niveau gaan spelen. Ik denk dat we 3 jaar geleden begonnen zijn met jongens die toen 12 jaar waren. De oudste, ik denk een stuk of 4, 5, zijn nu 15 jaar. En straks, 15, 16, moeten de jongens geïntegreerd worden bij de beteren van de klassieke jeugdopleiding. En dat is nu de challenge waar we de komende jaar, komende maanden voor staan. Dat die jongens nu stilaan bij de U17, bij de U19, bij de U21 competitievormen 11 tegen 11 zullen moeten geïntegreerd worden. En dat wordt de volgende doelstelling. Theo Bogonda en Jason De Naaier bewezen al dat zo'n integratie wel kan, maar niet vanzelfsprekend is. Kijk, ik heb hier een jongen gehad, Theo Bogonda, die had een deel opleiding gehad in Lierse nog. Die jongen heeft bij ons gekomen en het was niet gemakkelijk voor die jongen op 17, 18-jarige leeftijd om zich te integreren vanuit de soccer naar het voetbal met de grote mensen.
Je moet mentaal sterk zijn. Je wordt gestuurd door de Baileyes, door de Sami Bosuts, door de Steve de Ridders van vandaag op het veld. Je moet gaan spelen tegen de Simonsen. Je krijgt een keer een duw, je krijgt een keer een stoot, noem maar op. Dat we dat eigenlijk de contacten in de soccerschool nog altijd een beetje, losser zijn bij manier van spelen. In het hart, in het voetbal, is dat allemaal al een beetje getackled, letterlijk en figuurlijk. Uiteindelijk vond Bogonda zijn draai bij Zulte Waregem en maakte hij een droomtransfer naar Celta de Vigo in Spanje. Daar mag hij het nu opnemen tegen mannen zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Dus het was een complex verhaal, maar ik heb toch geprobeerd van die jongen duidelijk te maken dat hij en kwaliteiten had en vooral zijn focus moest kunnen houden op het ontwikkelen. Want zulke jongens, 18 jaar was hij toen of 19, zulke jongens hebben een opdracht van mij om zich te focussen op ontwikkeling. Niet direct op per se iedere week spelen, per se iedere week dominant zijn. Ze moeten zich ontwikkelen. Zelfs als spelen ze niet mee, zitten ze op de bank, noem maar op. Dan nog moeten ze iedere training vechten, iedere training hard werken om uiteindelijk zichzelf te ontwikkelen. Want finaal komt dan toch de beloning. Toch was de oprichting van de Soccer School 3 jaar geleden een stap in het onzekere. Het project kostte heel wat geld en het duurt jaren vooraleer het rendeert. Als dat al zo is. Er zit daar een stuk risico in. 1. Je budget. 2. Je moet natuurlijk nog afwachten of wat jongens zullen draaien. En 3. Je kan die jongens maar vastbinden aan de club als ze 16 jaar zijn met een profcontract. Dus er zijn daar heel veel financiële consequenties in. Ik weet ook dat de eerste jaren doet dat pijn, maar je bent wel iets aan in iets aan het investeren dat toch wel een grote kans heeft om vruchten op te leveren. Er zijn heel veel jeugdwerkingen waar dat jaren gewerkt wordt, waar af en toe eens een productje uitkomt en die kosten veel meer dan de soccerschool. Thomas Kaars begeleidt de leerlingen van de soccerschool 6 jaar lang. Hij gelooft alvast in het succes. De ambitie is dat iedereen profvoetballer wordt, maar goed, als we elk jaar 3 of 4 spelers op termijn kunnen afleveren voor de A-kern, denk dat een zeer haalbare doelstelling is. En de soccerschool barst echt wel van het talent. Wanneer de oudste spelers oefenwedstrijden spelen, moeten er tegenstanders voorzien worden van 4 jaar ouder. Anders is het geen uitdaging meer. Het is altijd Thomas zijn filosofie geweest om te leren uit het duel voetballen. En als de tegenstander fysiek sterker is, dan ga je automatisch proberen bij balbezit uit het duel gaan voetballen. En ja, dat tot nu toe lukt dat vrij aardig als wij de wedstrijden bekijken. Dus ja, ik vind het wel een goede keuze. Aan ambitie dus geen gebrek in de soccerschool. De spelertjes laten het alvast niet aan hun hart komen en zijn er nog altijd voor 1 ding. Voetballen met hun vrienden. Hey! 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 Hey!